een lekkere borrel hoort natuurlijk ook een lekker hapje. Dus vandaag gaan we feta honingsticks maken in filodeeg met een lekker sausje erbij. We beginnen eerst met de feta honingsticks. Het recept kan je straks vinden op www.bijbaas.nl. Dus we hebben hier twee blokken met feta. Die snij je eigenlijk in ongeveer 6 stukken. Zodat je deze zo meteen heel makkelijk in de filodeeg kan rollen. Wat je dan doet is een klein beetje, gewoon lekker veel bijbaas honing over de feta heen. Over de honing doe je een beetje tijmblaadjes heen. Dan pakken we de filodeeg waar we de feta in gaan rollen. Okay. Afhankelijk van welke filodeeg je hebt natuurlijk. Ik heb wat langere stukken. Snij je de filodeeg een beetje in de vorm van de feta. En wat je eigenlijk doet is gewoon, je rolt hem er gewoon in. Als je de feta hebt ingewikkeld in de filodeeg, doe je een beetje olijfolie overheen voordat je hem in de pan doet. Als ze allemaal ingepakt zijn, wat een klein beetje werk is, maar wel de moeite waard is, een beetje olijfolie in de pan, zodat je daarin kan bakken. Allemaal aan alle kanten een beetje doorbakken, zodat ze een beetje bruinig worden. En dan gaan we verder met de saus. Je begint met 6 eetlepels Griekse yoghurt. Je hebt 1 teentje knoflook die je snippert en heel fijn snijdt om erbij te stoppen. Als je de knoflook hebt fijn gehakt, doe je deze erbij. Je pakt een beetje bieslook die je fijn snijdt. Die je er ook gewoon doorheen kan doen. En dan gaan we aan de slag met de granaatappel. Ontleden, zodat er ook pitjes van de granaatappel bij kunnen. Als het gelukt is om de granaatappel te ontleden, doe je die er ook bij. Wachten op de feta sticks en dan zou ik zeggen, tas toe.